Hoe heeft u zich voorbereid op vandaag? Ja, normaal gang van zaken. Ja. Is het de eerste keer dat u dit gaat moeten doen? Oh, ja. Ja. Moeilijk moment? Ja. Maar het is vrij normaal, geheel normaal, dat in een dergelijk ingewikkelde zaak er een plaatsopname plaatsvindt. En ik ben er zeker van dat het voor de rechters zeker een verhelderende plaatsopname is geweest. Er is volstrekte duidelijkheid over dat het allemaal hele kleine afstanden zijn. Het fort lijkt groot, maar het zijn allemaal hele kleine afstanden. De rechters hebben ook de gang gevolgd die de slachtoffers hebben moeten volgen om uiteindelijk op het bastion Veren te komen waar ze door vuurpelotons zijn geëxecuteerd. De slachtoffers zijn via deze deur naar binnen gebracht. Naar deze driehoek. Die bevindt zich tussen twee van de hoofdgebouwen. Het heeft geen ramen, het heeft geen ingang. Anders dan de deur waar we net doorheen kwamen. Als het goed is, waren hier de putjes voor ontlasting. En hier hebben dus de 11 slachtoffers vanaf 7 december 's avonds tot de laatste 8 uur 's avonds op 8 december vertoefd. Vanuit deze ruimte is men vervolgens één voor één geroepen om voor de heer Boutersen te verschijnen. En daartoe hebben ze deze trap gevolgd. In deze ruimte was het secretariaat van de heer Boutersen gevestigd. Uiteraard geheel anders ingericht. Als het goed is, moet zijn bureau aan het eind gestaan hebben. Hij kon zich niet herinneren waar zijn bureau gestaan had. Nadat ze hier dus van Boutersen te horen hebben gekregen dat ze ter dood veroordeeld zijn, zijn ze naar buiten geleid.
Vervolgens zijn ze op de binnenplaats hier, op het Bastion Veren hier gebracht. En zijn hier gemarteld met geweerkolven, mogelijk met andere zware voorwerpen. En zijn vervolgens hier op de plek waar ik nu sta, standrechtelijk geëxecuteerd. Op een overigens zelfs voor militairen ongebruikelijke wijze. Dat is de plek waar we ons nu bevinden, Bastion Veren. Alle 15 mannen op deze plek? Ja, en dat is gebeurd in groepen van 5. De eerste groep om omstreeks 9 uur 's morgens. De tweede groep omstreeks 12 uur, 1 uur, 8 december. En de derde groep rond 7, 8 uur 's avonds, 8 december. Ja, er zijn dus verschillende inslagen hier. Dit zijn de inslagen van de kogelgaten, dus de kogels. Wat u hier ziet, zijn geen kogels, inslagen. Hier is een stuk uit het steen geboord om mee te nemen voor laboratoriumonderzoek. Dus die grote gaten zijn geen kogelinslagen. De kleine gaten, dat zijn de kogelinslagen. De bedoeling was dat die rondleiding memories zou triggeren. Is dat gebeurd? Wel, je probeert natuurlijk inderdaad de zaak voor alles voor de geest te halen. Lukt niet helemaal, dat is ruim 40 jaar geleden. Maar het vallen, opstaan en ondersteunen van ook mensen die erbij waren, dan lukt het een beetje. Werd u emotioneel? Nee. Hoe was het om daar te zijn? Na 40 jaar. Dus, ja, het is wel even wennen. Het lijkt alsof alles zo'n beetje veranderd is. Maar wat niet helemaal waar is. Maar goed. Alles bij elkaar opgeteld kan er toch wel als conclusie getrokken worden. Dat de getuigen het erover eens zijn dat er op meerdere momenten geschoten is in het fort. Gedurende 8 december. Niet helemaal duidelijk is geworden op welke tijdstippen exact. De tweede conclusie is dat alle getuigen hebben verklaard de heer Boutersen op 1 of meerdere momenten op 8 december ook in het fort gezien te hebben. Of de momenten van schoten en de momenten van aanwezigheid van Boutersen samenvielen is niet duidelijk naar voren gekomen. Een volgende conclusie die ik getrokken heb is dat geen van de getuigen ook maar op enige manier heeft aangegeven dat er sprake was van een panieksituatie in het fort. En ik wijs hier met nadruk op, omdat op de laatste zitting de verdediging van de verdachte heeft geconcludeerd dat er een panieksituatie is ontstaan omdat er men ervan uitging dat de invasie die gepland was, zogenaamde invasie, dat die werd uitgevoerd en dat er daardoor een panieksituatie is ontstaan. Geen van de getuigen heeft ook maar op enig moment het woord paniek gebruikt. De indruk is juist dat het, alhoewel er veel op en neer gelopen werd en op verschillende momenten geschoten werd, dat er van paniek in het fort absoluut geen sprake was. Bedankt in elk geval voor die tijd. En heeft u schoten gehoord die dag en heeft u kunnen aanwijzen waar bijvoorbeeld lijken waren? Die zaten zijn gevallen. Alle getuigen hebben min of meer aangegeven dat het een en ander als een militaire operatie is uitgevoerd. De leiding wist wat er moest gebeuren en gaf de nodige opdrachten. En de in het fort aanwezige militairen voerden uit. Er werden geen vragen gesteld, de opdrachten werden uitgevoerd. En nogmaals, er hebben op 3 momenten heeft zich hetzelfde patroon voltrokken. Op 3 momenten zijn door verschillende vuurpelotons, die vermoedelijk bestonden uit de lijfwachten
van Bouterse, Horp en Bhagwan Das. Althans, die drie groepen van lijfwachten hebben vermoedelijk de executies uitgevoerd van de eerste, respectievelijk tweede en derde groep. Hoe lang nog gaat deze zaak voor? Vandaag is het 15 jaar geleden dat de zaak begonnen is. Nou, we verwachten dat in het eerste kwartaal van 2023 dat er een vonnis kan komen. Oké, vonnis en gevangen nemen? Uiteraard, daar gaan wij van uit. Anders zal de rechtsstaat Suriname niet hersteld zijn. En vandaar dat ik het logisch acht dat het wel zal gebeuren. En die garantie heeft de president van de Republiek onlangs in eigen persoon gegeven dat indien het Hof van Justitie tot de gevangenneming gelast, althans gevangenisstraffen uitspreekt, dat de gevangenneming zal plaatsvinden.